chicken gemaakt. Leuk hè? Zo mooi, poes. Hey guys, ik ben mijn vlog aan het editen. En ik ben ook het interview aan het kijken van Meghan en Harry en Oprah. Heftig man. Jezus. Ja, ik vind het echt heftig man. Je verwacht het niet, weet je. Zeker niet in de tijd van nu waar we in leven. En je zou denken dat ze van de geschiedenis hebben geleerd, weet je. Nou, alles wat er is gebeurd met Diana en zo. Maar jeetje, dat dit gewoon toegelaten wordt. Dat niemand eigenlijk ingrijpt. Maar ik vind het wel ontzettend knap van Meghan en Harry dat ze dus de stap hebben gezet om in Amerika te gaan wonen en om gewoon to speak up, weet je wel. Om gewoon... Oh, het begint weer. Hey guys, ik zit beneden lekker op de bank onder mijn dekbed zoals je kan zien. Ik hou ervan. Ik was televisie aan het kijken en ik was mijn vlog aan het editen. En ik kwam erachter dat ik dus een haul had gefilmd met items van Chiquelle. Alleen dat dat niet helemaal goed is gegaan. De beelden waarin ik de kledingstukken pas, die zijn gelukkig wel goed opgenomen. Maar waarin ik de pakketten unpack, dat is niet helemaal goed gegaan. Dus ik dacht, weet je, ik doe het gewoon eventjes opnieuw. En dan laat ik de kledingstukken één voor één aan jullie zien. Verder had ik ook nog een stukje opgenomen over een kleur lippenstift. Waar ik heel veel vragen over heb gekregen. In een van mijn vorige vlogs had ik een hele mooie nude kleur op mijn lippen. En ik kreeg er heel veel vragen over. En ik dacht, ik ga hem gewoon laten zien aan jullie. Ik denk dat jullie ook echt verbaasd zullen zijn. Omdat het een hele goedkope lipkleur is. Hij is gewoon van de Action. Ik ben zelf niet van de hele dure make-up producten. Zoals de meeste volgers van mij weten. Het is een kleur van de Action zoals ik al zei. En hij heet Biscuit. Hij is volgens mij nog steeds te koop. Ja, hij is heel mooi. Ja, hij komt nu wel wat donkerder op beeld over dan die daadwerkelijk is. Van verder afzien wat beter zo. Van dichterbij komt hij wat donkerder over, merk ik, dan die daadwerkelijk is. Eigenlijk komt hij sowieso op beeld wat donkerder, zie ik. Maar hij is echt heel nude. En ja, ik vind hem prachtig. Maar ik zal jullie nu even de kledingstukken van Chiquelle laten zien. Ik ben er ontzettend blij mee. Nou, ik had ook... Oh, ik heb niet alles meegenomen, zie ik. Het ligt op zolder. Maar je ziet het wel straks in de beelden waarin ik het pas. Ik ga gewoon even laten zien wat ik wel van zolder heb gehaald. Ik had ze namelijk al netjes in mijn kast gezet. Ik begin met deze. Dit is een rokje. Super mooi. En ik vind de kleur fantastisch. Het doet me een beetje denken aan de kleur die ik hier op de muren heb. Beetje taupeachtig. Heel mooi. En dan heb ik deze mooie jurk. En ik vond het super leuk dat ze mij deze hebben opgestuurd. Omdat dit een setje is. En ik had hem ook als set gekozen. Het is dus een jurk. Een wit jurkje. En hij heeft dus een bijpassende vest. En het is in een off-white kleur. En ik had nog een trui met een open rug, maar die zien jullie dus straks. Heel leuk effect. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het even weten in de comments. Nou, dit is het rokje. Dit is dat... Nou, dit is dat truitje. Je ziet het effect niet zo goed omdat ik een topje aan heb eronder, maar nou, je snapt het idee wel, denk ik. Heel leuk. Oké, dit zijn sowieso mijn favoriete items. Het zit ook gewoon super lekker. Heel mooi. Uiteraard, als je iets wilt bestellen, gebruik mijn kortingscode. Die komt nu in beeld. Korting is altijd mooi meegenomen. Als je toch wat wil bestellen. Ja, ik vind hem echt fantastisch. Yes. Heel mooi. Verder is het niet zo'n hele lange vlog geworden. Echt heel stom eigenlijk. Ik heb zo mijn best gedaan om niet achter te lopen. Ik had zoveel beelden in de wachtrij. En ik dacht van... er komt geen eind aan, weet je. En ik heb nog heel veel beelden die ik nog moet editen en moet publiceren. Maar dat kan eigenlijk pas nadat ik de projecten heb afgerond waar het over gaat. Ik wil eerst het daadwerkelijke product uitbrengen voordat ik een soort van making-of online zet of zo. Dus die hebben geen haast. Maar de rest van al die video's die ik had, heb ik wel geëdit en geüpload. En nu heb ik eigenlijk heel weinig beelden. En ik heb ook niet echt iets heel denderends gedaan de afgelopen week. Ja, Arohi moest naar school. Verder heb ik heel wat dingen in het huis gedaan. En we zijn gewoon even bijgekomen van die aantal dagen weg bij Centerparks. Weet je, je komt toch weer met tassen vol met kleding thuis om te wassen. En alles weer uit te pakken en een plek te geven. En ik had ja, toch aardig wat in huis te doen. Dus dat houdt eigenlijk nooit op, hè. Huishouden en zo. Verder, ja, er zijn momenten natuurlijk dat we allemaal niet zo lekker in onze vel zitten. En dat had ik de afgelopen paar dagen heel erg. Vandaar dat ik ook bewust niet echt iets had ingepland of zo. Ik denk vooral nu tijdens deze rare lockdownperiode dat iedereen wel van die dipjes heeft, weet je. En ik vind het belangrijk om te vermelden, weet je, vooral in mijn vlogs, om te laten zien dat niet alles altijd leuk en goed en mooi en prima is. Het is gewoon heel belangrijk om de realiteit te laten zien. En dat probeer ik eigenlijk altijd in mijn vlogs. Ik laat niet alleen maar de leuke kanten zien. De mensen die mij al een lange tijd volgen, die weten dat wel. Ik heb trouwens daar wel een hele interessante techniek voor geleerd. En ik denk dat jullie daar allemaal wel baat bij zullen hebben. De Emotional Freedom, het heet de EFT techniek. De Emotional Freedom Techniek. En dat is eigenlijk een soort van herprogrammeren van bepaalde overtuigingen in je onderbewustzijn. En ik zal ook een link zetten onder deze video van een dame die heel goed uitlegt hoe je bepaalde dingen dus kan aanpakken, bepaalde problemen. En ik moet zeggen, ik heb het nog niet een hele lange tijd uitgeprobeerd, maar ik heb er wel vertrouwen in en ik heb er wel baat bij. Dus ja, mocht je het willen uitproberen. Het is, je hebt zeg maar bepaalde meridianen in je lichaam. Bepaalde punten, wat ze ook dus bij acupunctuur, gebruiken. Alleen is dit dan zonder naalden. En als je dan op bepaalde plekken op je lichaam zeg maar tikt, dan kan je een soort van bepaalde dingen in je onderbewustzijn herprogrammeren als het ware. Ik kan het niet zo goed uitleggen als diegene die ik dus volg, die hierover vertelt. En ja, ik vind het heel interessant. En ik denk dat heel veel mensen er wel baat bij kunnen hebben. Het brein is iets heel complex. En we gebruiken eigenlijk maar 5% van ons bewuste brein. En 95% is onbewust. En dat heeft zoveel effect op je dagelijkse leven. En op je lichaam, op je mentale en fysieke staat. En ja, het is wel interessant om, althans ik vind het wel interessant om daar meer over te weten. En soms zijn er bepaalde dingen die we voelen of meemaken en niet helemaal kunnen plaatsen. En ja, ik vind het persoonlijk wel belangrijk om te weten waar het vandaan komt. Dus ik ben iemand die graag iets uitpluist. En ik ben ook altijd iemand die altijd ergens iets achterzoekt. De mensen die mij kennen, die weten dat. Ja, ik ben gewoon niet van het oppervlakkige, weet je wel. Ik wil heel graag dingen tot op de bodem vaak uitzoeken. Al moeten we bepaalde dingen laten voor wat het is. Maar ja, dat bepaalt een ieder voor zichzelf, denk ik. En ja, ik heb zoiets van, als je ergens aan kan werken, dan waarom niet? En ik wilde dat meegeven aan jullie als tip. Ja, ik ga proberen weer heel wat content voor jullie te maken. Ik vind het wel jammer dat ik niet zo heel veel content heb voor jullie, maar besef, het is natuurlijk wel mijn leven wat ik film. En het is niet altijd leuke studiosessies of leuke uitjes of lekker winkelen, weet je. Of ja, vooral nu natuurlijk niet tijdens de lockdown. Maar ik ben zoiets van, weet je, als ik geen content heb, dan wil ik me ook niet echt dwingen om daar achteraan te gaan. En af en toe hebben we allemaal gewoon even momenten van rust nodig. En even weer tot jezelf komen. En, dus die tijd neem ik dan ook als dat nodig is. En voorheen had ik genoeg materiaal achter de hand om te publiceren. Om toch nog actief te blijven. Maar nu is het toch wel even anders. En ja, niet dat dat erg is. Het is geen ramp. Ik vind het leuk dat heel veel mensen naar mijn vlogs kijken. Maar ik wil wel gewoon reëel blijven. Ik wil geen dingen in scène gaan zetten. Want zo ben ik gewoon niet. Ik vind wel dat als ik iets laat zien uit mijn leven, dat het wel echt mijn leven moet zijn. En het moet niet gemaakt zijn. Want daar heb ik zelf altijd gewoon een hekel aan. Ja, ik vind het belangrijk. Gewoon transparantie en puur zijn en echt. En gewoon de realiteit, weet je. En ik zag laatst ook heel wat influencers, hele bekende dan uit Amerika, die ook echt opstonden, ook in Nederland trouwens hoor, uit allerlei landen, die ook echt opstonden voor ja, bepaalde dingen, weet je, social media. Het is lang niet altijd de realiteit wat je ziet. En zeker wat betreft foto's. Er wordt zoveel geshopt. Zoveel. Dat je gewoon een persoon niet eens meer kan herkennen op foto's, weet je. Ja, dat vind ik gewoon. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen, man. En daarom had ik nu ook zoiets van, weet je, ik ga gewoon lekker full face zonder make-up voor de camera zitten. Want ja, dit ben ik ook gewoon lekker in mijn pyjama op de bank. Weet je, het interesseert me niet. Ik ben hartstikke blij en trots op wie ik ben. En ik heb niks te klagen aan mijn uiterlijk. Ik ben ook wat betreft, weet je, plastische chirurgie, ingrepen, botox, fillers. Je ziet steeds meer influencers die aan een tand die scheef staat gaat sleutelen, weet je. Gewoon constant streven naar perfectie. En ik ben ook wel perfectionistisch, maar aan de andere kant, bepaalde dingen gaan te ver, weet je. Is het wel waard om gewoon zoveel geld en tijd en pijn en te gaan spenderen aan je uiterlijk. Maar ook, het brengt veel meer problemen met zich mee, denk ik zelf. Want je zal nooit tevreden zijn. Als je eenmaal begint aan die dingen, dan denk ik dat je nooit echt een punt gaat bereiken waarop je denkt van oké, nu is het genoeg. Dit is prima zo. Ik zie het overal om me heen. Mensen zijn gewoon niet tevreden meer. En ja, ik vind dat heel zonde. Vooral als er mensen zijn die al zo mooi zijn van zichzelf. En op een gegeven moment vind ik het ook niet meer mooi. Mensen gaan zo ver. Die lippen worden soms zo dik. Nou, ik vind het... Oh ja, wat ik trouwens wel grappig vind. Even kijken of ik dat kan vinden hoor, op mijn telefoon. Of ik heb het op mijn laptop. Ik zal het even laten zien. Ik zat oude foto's van mijn pa te bekijken. Die heb ik laatst voor het eerst gezien. Want ik heb ze bij andere familieleden gevraagd. En ik zag dus foto's van mijn vader zijn jeugd. En nou, als je die lippen ziet, jongen. Ik dacht dus altijd dat ik volle lippen had door mijn moeder. Want die heeft ook redelijk volle lippen. Maar die van mijn vader. En ja, echt grappig. Ik herken zoveel van mijn gezicht uit zijn gezicht. Echt leuk om te zien. En wat ben ik blij dat we die foto's hebben. En ja, ik heb het al vaker uitgelegd. Daarom hecht ik ook zoveel waarde aan foto's en video's. Het is gewoon een manier van... ja, je kan er gewoon weer een soort van terug mee in de tijd, weet je. Je kan personen bekijken op foto's of video's die niet eens meer leven. En ja, wat is er mooier dan dat, joh. Echt, je voelt je weer zo verbonden. En het is... ja, ik hecht daar heel veel waarde aan. En ik heb ook foto's van mijn voorouders. En ja, dat vind ik zo mooi. Ik ben ook bezig met een stamboom. Ja, ik vind dat bepaalde dingen moeten gewoon bewaard blijven. Weet je trouwens dat een mens, dat heb ik laatst gelezen. Je kan cellen bij je dragen in je lichaam. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Je kan cellen dragen in je lichaam die je geërfd hebt van je voorouders. Met een eigen geheugen. Ja, bizar. En ik weet niet of ik het goed uitleg. Maar als je voorouders dus bepaalde trauma's of bepaalde angsten hadden. Bepaalde dingen hebben meegemaakt. En dan praat ik over voorouders van misschien wel 7, 8 generaties terug zelfs. Nou, dat kan jij bij je dragen. Hun angsten en trauma's en fobieën en zo. Bepaalde dingen kan jij gewoon geërfd hebben. Dat kan je gewoon bij je dragen. En dus niet alleen uiterlijke kenmerken, maar zelfs dat soort dingen. Dus interessant eigenlijk, hè? Dat vormt toch wel voor een heel groot deel wie je bent eigenlijk. Dus als je soms bepaalde angsten hebt die je niet kan plaatsen, kan het best zijn dat een van je voorouders vroeger daar gewoon een trauma voor had. Of een nare ervaring mee. En trauma's kan je oplopen in je jeugd. Het kan een hele grote rol spelen in je leven. En nu ik dus heb gelezen over al die dingen over voorouders en die cellen. Ja, dat is bizar, man. Maar dat verklaart toch echt een hoop, hè. Soms dan, weet je, toen ik in India was, toen had ik het voelde als thuiskomen. En ik heb ook wel eens vaker artikels geschreven over mijn voorouders. En dat ik toch wel heel veel dingen met ze gemeen heb. Ja, dan ga je toch denken van, ja, op de een of andere manier zijn ze eigenlijk toch nog een soort van bij je, weet je. Dus heel gek, maar eigenlijk ook wel heel mooi. Ik denk dat ik nu wel genoeg content heb. Het is af en toe wel lekker om gewoon even de camera aan te zetten en te babbelen. En weet je, ik dank je wel voor jullie lieve comments trouwens. Ik ontvang zoveel leuke berichtjes. En sorry dat ik niet overal op kan reageren. Het is soms echt veel te veel. En ik wil niet dat heb ik vaker gezegd in mijn vlogs. Ik wil niet dat het gaat voelen als een... Ik wil niet met tegenzin gaan vloggen of actief zijn op social media, weet je. Dus ik wil niet mezelf verplichten om op elk berichtje wat ik krijg te reageren. En soms zitten er ook negatieve berichtjes tussen. En vroeger was ik heel gauw getriggerd om dan te reageren. Heb ik ook allemaal afgeleerd. En je ervaart zoveel meer rust in je leven, joh. Dus ja. Maar ja, al die leuke berichtjes, weet je. Ik wil jullie wel laten weten dat ik het heel leuk vind om te lezen. En dat het ook echt een motivatie voor me is. En dank je wel daarvoor. Ik lees het wel allemaal, hoor. En ik doe wel mijn best om op berichten te reageren. Niet allemaal. En misschien wat later dan normaal. Maar ja, ik zie het wel allemaal zo. Thank you. Ik heb vandaag lekker butter chicken gemaakt. En een paar aardhuis. Oh. De kip is lekker mas geworden. Lekker Marokkaanse stoofpot gemaakt. Met linzen, paprika, peentjes, tomaten, lekker kipfilet met rijst erbij. Hey guys, het is vandaag donderdag 4 maart. En we gaan vanavond de vitrinekast ophalen. En I can't wait voor in de keuken. Leuk, hè? Dan komt nog een vitrinekast. Die gaan we dus vanavond ophalen. Moet hier nog een leuk plaatje of fotootje in doen. En kijk deze. Deze is zo leuk. Ik kan niet wachten tot we die vitrinekast hier hebben, man. Ja, push. Oh, heb je gekleurd erop? Oh. En mijn moeder doet. Zo, jij kan echt goed toveren. Waar heb je dat geleerd? Van een meneer. En hij doet zo. Van een meneer? Weet je dat? Ik doe eentje onder de tafel. Ja. Oh, maar nu heb je je trucje verklapt. Oh, kijk dit. Dit is toch goed? Want je mag niet zomaar 2 keer doen. Oh, oké. Okay. Nee, dat klopt. Maar ik heb deze eerst gedaan. En toen jij die. Dus ik ben nu weer. Oh ja, ik was even. Die mag jij. Ja. Groen. Yes, die heb ik. Ik heb ook groen, kijk. Ja, maar jij mag nu draaien. Roos. Oh ja. Yes. Deze ben jij ook, hè? Toch? Oh ja. Vandaag simpele, maar heerlijke pasta arrabbiata met kip gemaakt. En fusilli en pennen door elkaar. Aangezien ik nog van allebei de pakjes een kort had. Dus lekker. Onze leuke vitrinekast staat. Ik ben er zo blij mee. Met het plantje wat mijn vader heeft opgehouden. Vandaag maak ik lekkere risotto met kip. Boodschapjes gehaald. Alles even een plekje geven. Zo mooi, poes. Zo. Ik ben patatje ontvangen. Face Theory Relaxing Night Cream. Ik ga hem gelijk opsmeren. Even proberen. Ik had trouwens afgelopen tijd heel veel last van mijn huid en uitslag. Maar sinds ik mijn wasmiddel en wasverzachter heb veranderd... is het echt een stuk verbeterd, zoals je kan zien. Mocht het zijn dat je niet weet waar je uitslag van krijgt, dan zou ik toch even proberen om je wasmiddel en wasverzachter aan te passen. Voor parfumvrije of voor de sensitive versie, zeg maar. En dan moet je even kijken hoe je huid reageert. Dus het is het proberen waard, toch?